Super leuk dat je kijkt naar de straten binnen Kamers. En vandaag staan we in Oostzaan op mijn sokken, want wij zijn bij Mike's Gym. Mike Passenier is misschien wel 's werelds grootste kickbokstrainer en niet alleen in omvang. Hij traint onder andere Badr Hari. En in 2009 is er iets gebeurd met zijn oude sportschool dat niet zo heel fijn was. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is het credo van bokstrainer Mike Passenier. Hij leidde in zijn sportschool in Noord diverse vechters naar succes. Maar in november vorig jaar brandde de school tot de grond toe af bij de grote brand van het naastgelegen Citybox. Zijn levenswerk ging verloren, maar Passenier zat niet bij de pakken neer. Hij opent deze week een gloednieuwe gym in Oostzaan. Hier komt de ring. Gaat gebruikt worden. En dan achterin staat de kooi. Met frisse moed leidt Mike Passenier ons rond in zijn nieuwe sportpaleis. Het oude werd in één klap vernietigd bij de vuurzee bij Citybox afgelopen november. Het is een gebeurtenis waar Passenier maar liever niet te veel aan terugdenkt. Zoals ze zeggen, een drol in je mond. Weet je, je moet het inslikken of uitspugen, want je blijft kouden, ga je uit je mond stinken. Dat is vervelend. Weet je, en, dus ja, je moet er wat mee doen. En ik heb gekozen om ergens anders weer te gaan beginnen. Het betekent een verhuizing naar een gloednieuw onderkomen in Oostzaan. Zo nieuw dat nog lang niet alles klaar is. De eerste trainingen zijn inmiddels begonnen. Al is het voor de boksers op dit moment nog extra afzien. Want de gasleidingen zijn pas over 2 weken gelegd. Dus een warme douche na afloop zit er nog niet in. Sommige dingen zijn er gewoon nog niet. Dus je kan douchen, maar koud. Dat is voor de echte bikkels. Een beetje het Rocky 3 gevoel. Mike. Ja. We hebben net het item gekeken van AT5 in 2009, toen jij deze gym begon. Ja. En toen had je een zin dat je zei, ja, er wordt gezegd een drol in je mond. En dat iets met, dat moet je uitspugen, ja. Doorslikken, want anders gaat het stinken. Wat betekent dat? Nou, dat klopt. Als je ergens mee zit, dan moet je het of uitspijken. Of je moet er zeg maar genoegen mee nemen. Ja. Want als je er maar over blijft malen en over blijft zaken en mouwen, dan word je op een gegeven moment vervelend. Ja. En als je vervelend wordt, dat zijn helemaal geen vrolijke mensen. Nee. En we houden van vrolijkheid en positiviteit, toch? Nou, daar dus, hou ik ook van. Zo simpel is het. Ja. Ik vind gewoon, de bar moet groot zijn. Dat als je binnenkomt, weet je niet, dan moeten mensen aan de bar kunnen zitten. Daarom hebben we ook een hele mooie lange eettafel. Dat als mensen willen eten of willen zitten, dan zit je gewoon gezellig met z'n allen aan tafel. Zeker. Weet je, net als vroeger, dan zit je even te praten, snap je? En ook als je in de bar zit, zit je gezellig even te keuvelen. Gewoon mensen wil je hier, meenemen in je gym? Bakje koffie, tuurlijk. En dan die bar is lang, want dan heb je ook een mooie vitrine erachter. En dan loop je zeg maar zo eromheen. En dan iedereen die naar binnen wil, moet via de zijkant naar binnen. Ik wil gewoon gaan naar boven. Dat kan. Kan je me meenemen? Is goed, dan laten we gaan. Oh. Oké, en ben jij altijd met de vechtsport bezig geweest? Of was je eerst andere dingen? Nou, nee, ik was eigenlijk voetballer. Voetballer? En toen wou ik wat sterker worden. En toen ging ik eerst even gewichten proberen op te tillen. Maar dat vond ik niet zo leuk in het begin. Nee. En toen dacht ik, nou, kickboksen word je toch ook sterk van? Ja, zeker. Ik ben goed kickboksen. Ik werkte in de spielotheek. En daar was Gilbert Ballantini kwam daar trainen. Of werken. Ja. Huh? En toen? En toen, had een beetje ruzie met zijn trainer. En hij kwam zich inschrijven en stond eronder sport. En toen zeiden ze van, ik ben wereldkampioen kickboksen. Ja, zo'n mannetje. Ja, nou, hier moet je dronken Engelsen eruit gooien van 130 kilo. Ja. En niet zaken over een kilootje te zwaar. Ja. Dus, nou, dan kan ik met jou ook. Oké. Dan wil ik wel even zien dan. Ja. Dus toen zijn we gaan trainen, dus met hem. Stuart Ballantini, zijn broer. En Dylan Gravenberg, daar bleek een buurman van me te wezen eigenlijk later. En dan zouden we gaan trainen, hebben we een beetje gespart. Heb ik een paar dingetjes uitgelegd, hoe ik het zag. Yeah. Zeiden, nou wil je dat vaker doen? Dus zijn we vaker gaan trainen. En op een gegeven moment ging Gilbert zeg maar in de loods in Amsterdam-Oost lesgeven. En hij vroeg of ik hem wou helpen daar. Zo is het een beetje gekomen. En toen later kreeg je dan je gym in Noord? Nou, dat is nog een hele tijd geduurd. Want zeg maar na Gilbert Ballantini... In Oost. Eigenlijk daarvoor kwam ik wel eens in de piramide. En dat zit ook in Oost. Dat was zeg maar gesubsidieerd door de fanclub van Ajax. Oké.
En nou, dan kwam wel eens de kickbokstrainer niet opdagen. Yeah. En dan gaf ik wel eens les. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niks. Yeah. Maar ja, tot ik daarmee in aanraking kwam. En toen ben ik dat eigenlijk zo gaan doen met Gilbert. Maar hoe was het dan voor jou om, zeg maar, toen die in Noord afbrandde, ja, een soort van levenswerk, dat je weer opnieuw moest beginnen hier? Ja, dat was eventjes een bittere pil natuurlijk. Want ja, je hebt het eindelijk opgebouwd en je hebt het bijna zoals je het wil hebben. En dan brandt opeens alles af. Ja. En ja, en toen kwam ik hier. Toen heb ik in het begin heel erg mijn best moeten doen bij degene van wie dit pand is om dit te mogen huren. Ja. En ja, en opeens zei ja, ik wil het even huren. Toen had ik eigenlijk alleen nog de voorkant in deze zaal. En toen zag ik, nou, dit wordt te klein, weet je niet, dat kan ik niet redden. Nee. Want mijn doel is groter. En nu heb ik het dus zeg maar zo gedaan hier met hier fitness, mm-hmm, een soort crossfit zaaltje, ja, en een kickboxzaal. En hoe kijken jullie tegen deze plek aan? Ja, heel blij natuurlijk. Ik bedoel, ja, weet je, ik bedoel, dat is mijn droom geweest. En als je dat opeens iedere dag naar je eigen droom mag gaan, dan, ja, is dat natuurlijk hartstikke leuk. Want hoe doe je dat dan? Je staat 's ochtends op, hoe laat? Ik sta 5:30 op, 5:50. Zo. En dan ben ik elke dag. Wow. Ja, tel maar maandag tot met vrijdag. Ja. Dan ben ik 5:45 op de sportschool. Mm-hmm. Ga ik even open doen. Samen met mijn zoon. En daarna dan ga ik me even omkleden. Dan ga ik even naar boven toe. Dan ga ik even cardio een uurtje. Mm-hmm. En dan komen die jongens binnen. Dan ga ik lesgeven van 8 tot 10. En dan ga ik beneden zitten, een beetje de pia's uithangen en me overal mee bemoeien. Yeah. En dan ga ik om een uurtje of 1-2 naar huis. En dan ben ik om 3:30, 4:00 weer hier. Om even een uurtje te halteren met mijn gabbetjes. En daarna weer les te geven van 6 tot 8. En op zaterdag ben ik hier om 6:45 en op zondag 7:45. Dus het is nooit echt dat je uit kan slapen? Ah, weet je wat het is? Het leven is zo mooi, dus waarom moet je het verslapen? Oh, dat vind ik een hele mooie. Ja. Kijk, het is zelfs lekker om even een uurtje te blijven leggen. Ja. Maar als je één keer een uurtje blijft leggen, is dat lekker. Ja. Snap je? Ja, ja. En als je dan zo mooi is, dat je net wat je zegt, ik ga elke dag naar mijn droom toe. Ja. Dat wil je toch niet verpesten door in je bed te blijven liggen? Nee, zeker niet. Zeker dus. Niet. En ik heb gehoord zeggen dat jouw manier van trainen, dat is... heel simpel toch? Gewoon veel herhalen, niet te veel poespas. Ja, klopt. Hoe werkt dat? Klopt, ik leef zeg maar bij de wet van herhaling. Dus zeg maar, keer de gong-theorie. Nee. Gong is 100. Oké. Okay. Als je iets 100 keer doet, dan ken je het. Dus als je 100 keer zeg maar om 6:30 opstaat, 101 keer word je om 6:30 wakker. Ja. Nou, zo is het ook met technieken. Dus je doet het over en over en over. Kijk, snap je, ik heb ook een mooi bord hier ook. Misschien kunnen we eventjes mee naar toe lopen. Ga ik je even laten zien. Doorlopen, doorlopen! Zo. Kijk, zoals je weet, ik leef een beetje bij spreekwoorden, weet je niet? Ja, voor dus de rol spreekwoord zo moet goed zijn. Ja. En dan kan het nooit fout gaan. Kijk hier dan. En daar leef jij bij? Ja, natuurlijk. Dus we moeten het blijven herhalen en blijven doen. Net zolang tot we kunnen, tot je het blind kan. Oké. Okay. En dat is het, dan wordt het mooi. Oké, okay, en hoe, stel je voor, hè? Want ja. Ik heb handschoenen meegenomen. Jij gaat mij straks even helpen bij zo'n, hoe noem je het, een bokzak? Ja, ik weet niks. Okay, ik heb 1 les gehad. En toen heb ik deze gekocht. Okay. En toen ging het nieuws van 5:00 naar 6:00. Toen kon ik geen lessen meer volgen. Want toen miste ik iedere keer de lessen. Van 5:00 naar 6:00? Ja. Maar dan zijn toch ook lessen om 7:00, nee, om maar niet 8:00. Bij die gym. Niet bij die gym. Maar goed. Ja, maar je bent niet bij een echte gym geweest. Oké. Okay. Dus, okay. Maar goed. Ja. Dan is er een wedstrijd. Ja. Yeah. En dan, wat doe je dan? Zeg maar, ik ben ready. Ik ga iemand vechten. Ik ga iemand vechten. Zeg je dat? Ik ga tegen iemand vechten. Ik weet het niet. Is Nederlands jouw goedste vak? Nederlands is mijn goedste vak, zeker. Ja. Oh mijn god, erg hè dit. Oh. Oké, okay, ik doe ze even aan. Ja. Nou. Kan jij deze voor mij even vastmaken? Ja, dat kan ik niet wel. Oh. Nou, goed, man. Hoppa. Hey. Is goed?
En dan, wat zeg je dan tegen mij? Wat zeg je met Bergen? Ja. Het verschil? Nou? Zeg maar, weet je niet, de ene keer heb ik het over hoe diep die gegaan is, de andere keer over wat hij allemaal meegemaakt heeft de laatste tijd, de andere keer wat we mee kunnen gaan maken en wat we kunnen gaan winnen en waar deze wedstrijd goed voor is. En dan, meestal dan wint dat zich mij zo'n beetje op. Ja, wat is de beste drijfveer meestal dan? Ja, je moet weten wat gevoelig ligt. Boosheid? Helpt dat soms? Nou, kijk, emotie is een slechte raadgever, dus dat moet je niet hebben. Weet je niet, je moet het hebben van je kunde, niet van je emotie. Ja. Want als je emotie gaat spreken, soms ben je boos. Boosheid, dat kan je soms even over een punt helpen. Ja. Maar als je gewoon als een blinde dwaas erin gaat, dan krijg je zo. Soms ben je verdrietig en dan kan je eventjes wat extra toe motiveren. Maar ik vind het eigenlijk meestal een beetje, hoe zeg je dat, een beetje raar. Want ja, dan is er bijvoorbeeld iemand dood gegaan. Ja. En als ze dan gewonnen hebben, dan hebben ze door degene gewonnen die dood is, die hebben ze extra kracht gegeven. Ja. Als ze verloren hebben, dan is het omdat die man dood is. Dus dan is hij en dood. Ja. En het is zijn schuld dat hij verloren hebben. Dus daarom vind ik dat een beetje raar en doe ik dat meestal niet. Maar jij gaat wel voor de KO's, toch? Ja, altijd. Niet voor de punten? Nee, we zijn geen puntentikkers. Nee, die zijn geen puntentikkers, hè? Oké, dus ik wil niet. Ik heb echt nul ervaring. Ja. Frank, ik heb nul ervaring. Oké. Leg me even uit. Oké. Even iets simpels. Het is goed, heel simpel. Let op. Je gaat staan eerst met je twee benen naast elkaar. Ja, maar je moet natuurlijk wel tegen elkaar aan, zeg maar. Dan zet je je linkervoetenstap opzij, zeg maar. Je rechtervoetenstap naar achteren. Nee, recht naar achteren. Zit nou je voet achter elkaar, je zet hem recht naar achteren. Oh, zo. Naar die kant doen. Ja, dat is te ver. Ietsje naar voren, zo. Dan draai je je lichaam, zo. Ja. Ja, je hoofd hier, deze kant op. Deze hand doe je onder je oog, anders zie je niks. Ja. En die andere hand die slaat je. Kiro. Ja. Ja, dat doe je, want als je dan bijvoorbeeld nu je kin op je borst doet en je wordt geslagen, dan zeg maar alles wat kan scheuren is bedekt. Ja. En je lichaam is bedekt. Zie je? Ja. Oké. Ja. Dus hier vanaf, nu ga je zeg maar een stapje naar voren doen en dan stoot je met links naar voren. Boom. Zo joh. En dan trek je het weer terug. Maar dan ga je weer in de gevechtshouding staan natuurlijk. Ja. Hè? En dan ga je weer, doe je het nog een keer, hè? Zie je? Ga je ietsje dichterbij staan, dan kun je die zak ook raken, is ook leuk. Oké. Heb je? Doe maar. Hè? Zie je? Hey. Hier dan, hè? Hey, dat gaat er gebeuren. Oké. Yeah. En dan doe je die rechtse stoot erachteraan. Maar als je nou met links naar voren stapt, één, stap je met rechts bij. Anders moet je voorover hangen, dan stap je met rechts bij. Bam. Hey. Dat is voorbij. Ja, ik heb geen idee. Dus zeg maar, jij zegt. Dus, je kunt nog Nederlands. Zo. Bij en voorbij. Het is voorbij. Bij. Kijk, let op. Dit is bij. Kijk, dit is bij mijn voet. Ja. En dit is voorbij mijn voet. Voorbij. Oh. Ja. Oké. Ik ben een balletdanser. Ik ben niet een. Je bent een balletdanser. Zeker. Oké. Hadi, kom maar. Oké, dan gaat hij. Hadi weer, hè? Handen omhoog. En naar voren. Eén. Boom. Niet voorbij. Zo stap je weer voorbij. Zo. Nee, bij. Bij. Oh, daarnaast. Ja, nee, daarachter. 1, 2. Oh ja, ik heb hem. Dus zeg maar met deze voet stap je zeg maar 12 centimeter en met deze voet stap je 12 centimeter. Hier. En weer terugtrekken. Oké, nog een keer. Oké, doe gaat maar. Gaat-ie. Ik wil eigenlijk bijna 5, 6, 7, 8 zeggen, maar dat doe ik niet. En je mag ook eerst een pirouetje draaien, als het makkelijker is. Nee, of een plié, weet ik veel wat je wil. Ik heb het nu al heet. Ja, dat begrijp ik. Godskanon, hè. Maar oké, en dit doe je dan eigenlijk 100 keer? Elke training? Nou ja, daar begin je mee, weet je niet. En dan kun je het variëren, iedere training weer even iets anders. Maar het blijft stoten en trappen. En knieën, meer kan ik er niet van maken. Maar goed, ik heb beeld gezien dat jij ergens stond. Dat was een glory. Ja. En dat jij echt iemand helemaal aan het ophypen was met de tering en de tyfus. Hebben we niet zo heel veel. Laten we de tering krijgen en de tyfus. Want we slaan nog wel echt helemaal in elkaar vandaag, hoor je. En ik wil niet dat je terugkomt met minder. Was. Maar dat gebeurt wel eens. Dat ligt aan de per persoon. Dat had hij dan even nodig op het moment. Ja, dat is even nodig. Soms. Dat soms. Soms, ja. En jij hebt hele grote namen onder jouw gym staan, toch? Ja, dat klopt. Kan je wat over vertellen? Ja, wat wil je weten natuurlijk? Alles, alles. Okay. Ik wil alles weten. Oh.
Je die, moeten ze weer in het zakje? Ja, of, als je even deze los kan maken, dan... Ja? Ja. Ik laat ze maar even hier liggen. Oké. Sorry. Zo, hoppa. Oké, dus vertel. Ja, wat wil je weten? Ik bedoel... Ik heb ze natuurlijk al hier al. Kijk, als je nou hier komt, ja. Dan kun je hier kijken. Dit zijn zeg maar... Dit noem ik de Fabulous Five. Dat zijn mijn vijf beste creaties, snap je? Vanaf de linkerkant? Vanaf de linkerkant. Hier heb je natuurlijk Myrtle Groenhout. Ja. Die heb afgelopen keer in de arena gevochten. Dat is natuurlijk geweldig wat die man weer gepresteerd heeft. Dus dat is, maar deze jongen die zo vanaf klein jongen, of vanaf klein jochie, mm-hmm. dat ik in Noord kwam, is hij al bij mij. Ja. En hij gaat niet naar een andere sportzaal trainen, nergens anders, komt gewoon hier, is gewoon loyaal. Zijn thuis hier. En dus, ja. Dan hebben we hier Yuri Mes. Nou ja, door Yuri Mes ben ik eigenlijk een beetje bekend geworden. Dus hij was zeg maar mijn eerste vechter, hij is ook mijn logo. Hier kun je zien hier al. Dat is zijn profiel. Ja, dat is zijn zijkant zo, ja. met de Mongool op, weet je, zo'n Thaise band. Oh ja, ja. Dus, die hadden we natuurlijk. En dan heb je hiernaast, heb je, ja, Badr Hari, dat hebben we eigenlijk geen introductie meer nodig. Iemand nee, zeker niet. Wereldwijd, overal. Zeker. Bekend, ja. Beroemd. Hij heeft mij zeg maar echt beroemd gemaakt over de hele wereld. En toen hij er even mee stopte, toen viel ik een beetje. In een gat, weet je, van oké, wat moet ik nou doen? En toen opeens kwam Keukensaki. En toen ben ik met hem gaan trainen. Ja. En toen is hij even de beste vechter ter wereld geworden. Hey. Onder mij, weet je niet. Dus dat is, ja, dat was ook een heel mooie tijd. Dat vecht naar de UFC. En ik dacht, gaan we weer, als het goed is, weer een beetje naar gang. Ja. En in de vroegere tijd, zeg maar, tussen Yuri en Badr, was ik ook met Melvin bezig. Die heeft natuurlijk ook geen introductie meer nodig. Die heeft ook de hele wereld afgereisd en gevochten. Nou, ik heb wel vraag. Zullen we even hierin staan? Ik ben nog nooit in zo'n ring geweest. In de ring. Ja, dat kan wel. Oké. Okay. Ja, kan maar. Oh. Oeh, yes. Gaat het? Hoppa. Kijk. Nou, dit is wel cool. In de ring. Maar weet goed. Weet je wat het mooiste is? Ja, tuurlijk. Kijk, aankomende zondag heb ik een gala hier. Hmm. In de sportschool. Oké. En dan wordt er gevochten hier in deze ring. En dan is dit ons hoek. Ja. En dit is de hoek van de tegenstander. Kijk maar, er staat een rode logo. En een blauwe. En een blauwe. Nou, en als je even 8 tellen iemand gegeven hebt, dan moet je naar een witte hoek. Dat moet eventjes zo snel gebeuren. Ja. Heb je? Kijk, hij is een van die jongens die moet vechten, Merdan. Hallo. Kijk eens, zie je? Nou wordt hij zenuwachtig opeens. En zo staan er nog iets van 20, 25 maar partijen. Waarom ga jij dan voor de knockouts en niet voor de... Nou, luister, het is heel simpel. Ten eerste, bij de knockouts krijg je nooit een keer dat de jury iets anders beslist. Zeggen, ja, hij vindt, want hij heeft een mooi blauw broekje en of weet ik veel wat, of hij heeft meer toeschouwers meegenomen. Ja. Of ik vind hem eigenlijk heel aardig. Weet je niet, dat soort dingen. Dus dat is één. Ten tweede, kijk, het publiek, de mensen, die willen... Eigenlijk als je een avondje naar vechten gaat kijken, die willen een knock-out zien. Dus je moet de mensen geven wat ze willen. Niemand zit erop te wachten. Op twee mannen die de hele tijd met een ingeoliede borst tegen hem gaan aanlopen te rijden en te doen. En dan laat ik er wel bijna een homo-erotische film. Oh mijn god. En ja, daar betaal je geld niet voor. Dus nou, niet dat er iets mis mee is, maar dat moeten ze voor zichzelf weten. Ja, dat is waar. Alleen voor ons. Weet je, dus de mensen die komen naar zo'n wedstrijd kijken, die willen gewoon knock-outs zien. Je gaat voor de knock-outs. Knokken, matten, hoe je het noemen wil. Maar hoe is het dan gegaan met Badr Hari, zeg maar? Hoe hebben jullie hem kunnen trainen? Ja, nou ja, we begonnen. En in die tijd hadden we weinig. Ik had Björn, Badr, Melvin, Yuri, ja, Myrtle natuurlijk, maar die was nog jong. En dan had ik nog een paar losse baas. Valentijn Ellison begon een beetje net. Er was nog meer Joop Kasteel. Maar je kwam hem tegen? En toen, ja, hij kwam bij ons trainen. En toen hebben we een afspraak gemaakt, zijn we apart wijze trainen. Maar omdat we altijd maar met z'n tweeën, met z'n drieën waren, kon ik heel veel tijd in hem steken. En hij snapte een beetje wat ik allemaal bedoelde. Dus zeg maar. Net als al die andere jongens, alleen hij stapte weer net iets beter. Mm. Er was net iets meer misschien op zijn lijf geschreven. En jullie hadden dus gewoon tijd voor elkaar en daar zo is die soort van... Ja, nee, we waren in het begin waren we gewoon 4,5 uur achter elkaar bezig.
om zeg maar weer herhalen om dingen erin te brengen. Snap je, met de combinaties deden we anderhalf uur over om het door te brengen. Weet je, al een uur om het te leren, drie kwartier uur om het te leren en een uur, half uur om het te variëren op andere manieren. Weet je, je kan het van links af, je kan het van rechts af. Je kan het zo doen, als je tussen de combinatie naar rechts stapt, wat dan, als je naar links stapt. Maar goed, het is nu best wel stil rondom... Badder, ja. Is het stilte voor de storm? Ik denk het wel. Hij is aan het trainen, dat weet ik. Hij is in Marokko, één keer in de maand komt hij even naar Nederland. Dan trainen we weer even een weekje. En dan gaat hij weer naar huis met een hoop huiswerk, zeg maar. Ja. En dan komt hij weer naar Nederland toe. En zo gaat het een beetje, totdat... dat het opgeroepen worden door Glory en dat we eruit zijn, weet je, want zo is het eigenlijk op het moment. Je hebt heel veel jongere kinderen hier. Heb jij nog zeg maar echt topicjes voor de toekomst? Er zitten die nieuwe badder of zo? Ja. Kijk, weet je, het is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld die jongetjes daar, die moeten ook zondag vechten. Ja. Die Nordin en die Richard van. Ja. Ja. Hey, ga door, jongen. Ja, je moet daar met hem. Hij is helemaal verslagen. Snap je? Kijk. Yeah. En dan hebben we hier dat meisje. Met een roze broekje? Met het roze broekje. Zij is ook kampioen. Ik zag er al even. En het andere meisje. Het is ook al een hele tijd heel goed. Weet je, alleen je moet even kijken natuurlijk hoe het verder gaat. Weet je? Kijk, zo meteen worden ze verliefd. Krijgen ze verkering, willen ze niet meer sporten. Dan gaan we er even uit. Maar ik hoorde wel, ik las dat jij het niet zo fijn vindt om met vrouwen te trainen. Wat gebeurt er hier? Nee, dat heb ik verkeerd gezien. Oh, kijk, laatste, het is, ik heb gezegd, ik train een paar vrouwen. Ja. Dus, één is Melanie Geugis. Die is, die heeft bijna in alle disciplines al wat gewonnen. In het boksen, in het kickboksen, in het MMA. Maar ze moet alleen MMA nog kampioen worden. Ja. En dan heb ik natuurlijk Anissa Hadawi. Ja. Zij is kampioen tweevoudig bij WFL. En ze is kampioen, Kulung kampioen. Dat heet de Mulan kampioen, dat is de vrouwen. Oké, dus in kampioen. China. Dat is dus wat eigenlijk nog nooit een Europeaan gedaan heeft. Dus laat staan een vrouw. Nou, dat is jouw gym. Dus, maar goed, maar wat heb ik dan verkeerd begrepen? Dat is haar. Waar is ze? Oh, zij. Kijk maar. Daar is ze. Wat heb ik dan verkeerd begrepen? Nee, kijk, ik zei natuurlijk toen ik aan tafel zat, zei ik van Laarzen. Ik kan het best voorstellen, want ik ken niet tegen een gezeik. Snap je, weer gezeik. Ja, sorry, ik heb vooral niet trainen, want ik ben ongesteld. Sorry, ik heb pijn in mijn buik. Oh, nee, ik ben vergeten mijn benen te scheren. En dat interesseert me niet. Kijk, ik zeg het pas ook tegen hun. Met dat soort dingen hoef je niet bij mij te komen. Zeg jij, ik heb pijn op mijn knokkels van het harde slaan. Dan denk ik, oké, daar kunnen we wat aan doen. Ja. Maar die andere dingen, ik heb ruzie met mijn vriend. Ja, dus, boeien. Dat moet je thuis laten, hier ben je om te vechten. Ja, we vechten of we vechten niet. Oké. Okay. Nou ja, veel potentie zie ik dus hier. Echt, wauw, ja. Die kinderen. Kijk, ze gaan er hard tegenaan. Oh mijn god, kijk deze dan, Frank. Hoppa. Hard tegen hard. Nou, ik vond het geweldig om in je gym te komen. Ik vond het superleuk. Vond jij het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Nou, dit was misschien dit... als jullie zin hebben, komen jullie zondag ook even langs. Nou, wie weet. Kijken. Ik zal het even doorgeven in de redactie. Is goed. Dit was De Straten Binnenskamers met Mike Passinier. En superleuk dat u keek. Tot de volgende keer. Doei!